Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een spelletje spelen wat PewDiePie heeft gespeeld, wat Ronald heeft gespeeld en wat waarschijnlijk een hele hoop andere YouTubers ook al hebben gespeeld. Maar ik wil het ook heel graag even spelen. Vandaag gaan we namelijk een leuk ganzenspelletje spelen, jongens. Ik heb deze Let's Play gezien bij PewDiePie en ik heb hem meteen weggeklikt, want ik dacht, yo, dit is awesome voor een video. Wij gaan dit ook spelen, we gaan dit zelf ook ervaren. Het mooie is ook gewoon, ik zag deze game op Twitter voorbij komen, toen dacht ik van, oh, dit is een leuke game om te spelen op YouTube. En toen in één keer deed iedereen hem. Anyways, dat wilde ik eventjes vooraf vertellen, dat iedereen en altijd zegt van, oh, je kopieert van die. Heb ik het bij deze even gemeld. Honk! Waar kom ik vandaan? Ah! Dat hoofd. Ik vind het zo'n cutie game. We spelen dus een gans voor de mensen die het nog niet kennen. En we moeten dus, zeg maar, een beetje kattenkwaad gaan uithalen. Door bijvoorbeeld schoenen op te pakken. En eens even kijken. Lekker te ringelen. Ik moet trouwens even mijn linkerhand moet ik gewoon weglaten. Want je bestuurt, zeg maar, vrijwel alleen met toetsenbord en muis. Of met alleen maar je muis, zeg maar. Je hebt je WASD niet echt nodig. Dus dat wordt echt verwennen. En als je sprint, kan je moeilijker sturen. Oké, duidelijk. Die kan ik daar neerleggen. Oh, very nice, very nice. We hebben wat blikjes. Bend down to pick up things from the ground. Oké, we kunnen dus met control inderdaad dingetjes pakken. Wat is de honk? Oké, spatiebalk is de honk. Oké, duidelijk. Duidelijk. Oh, moeten we dit doen? Oké, dat doet niks. Oh, dat doet wel wat blijkbaar. Dat deed een hele hoop. Oh, oké. Het hele hek valt eruit. Prima, joh. Helemaal goed. We gaan hierdoor. We gaan even kijken. Wat gaan we doen? Hold X to spread your wings. Ik ben de almachtige gans. Aanschouw mijn pracht. Very nice. Oké, we gaan swim. Entitled Goose Game. Dat is de naam van dit spel, dames en heren. There we go. We found it. We hebben volgens mij een aantal objectives die we moeten doen. Om zeg maar verder te komen in het spel. En we moeten uitkijken voor wat mensen die onze leven een beetje vergallen, zeg maar. Maar het komt goed. We zijn een gans. Een gans op een missie. Dus even kijken. We hebben hier wat broodjes en wat appeltjes. Standbeeld. Very nice. Oké. We kunnen de brug over. Waar komen we dan terecht? Oh, ik hoor een harmonica. Oké. Oh, dat is dicht. Oké, nou hier kunnen we voorlopig dus nog niet heen. Mand. Mand! We kunnen met de mand interacten. Oké, kom eens even hier, mand. Very nice. What are we gonna do? What are we gonna do? We kunnen op zich... Oeh, grasmaaier. Ik ben gelijk alweer afgeleid door alle dingetjes die we kunnen doen. Deze hoort hier, toch? Jee. Yeah. Jij hoort daar. Oké, wat kunnen we doen? Kraantje. Kunnen we dat aanzetten? Nee. Kunnen we iets met de grasmaaier doen? Niet echt, hè? Oh, kunnen we hierdoor? Oh, press tab to see to-do list and controls. Ah! Oké, dit zijn de controls. Nou, die wisten we al. Wat hebben we hier? Get into the garden. Dat kunnen we wel doen, toch? Dus even kijken. De hek zit hier dicht. Dus dit is waarschijnlijk de garden. Wat kunnen we hier wat vinden? Een hek wat ook dicht zit. Daar hebben we dus niks aan. Zien dat we via de linkerkant erin kunnen. Oh, we kunnen hier ook. Oh, S to zoom in en scroll to zoom uit. Ah, dan kunnen we wat beter. Dan kunnen we wat meer kijken. Dat is wel handig. Oké, ik weet niet waar dat goed voor is, maar. De sproeier staat aan. Kunnen we hier achter nog wat doen? Nee, het is allemaal dicht. Oké, dan weet ik nog niet hoe we de garden in kunnen komen. Behalve dan dat we nu de sproeier hebben aangezet. Oh! Kijk deze man. Hallo. Kwak, kwak. Oh, deze makker die leidt me zo. Yay, we zijn de tuin in. We did the thing. Very cutie. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Get the groundkeepers wet. Oh, dan moeten we hem hierheen lokken. Oké, laten we dan iets pakken wat hij leuk vindt. Zoals de gieter. Fuck it, we pakken de gieter wel. Dat kan wel toch? Ja. Oké, gieter. Die leggen we dan even hier neer. Het geluid van zijn van de kwaak is ook minder als je de wortel vasthoudt. Waar is hij naartoe? Oh, zit hij daar? Oh, hij zit daar. Oh, hij moet me hebben. Oh, hij moet me hebben, oké. Snel. I need to run. En open. Hey, hij is nat. Lekker puh. Hij wil net de gieter pakken. We did it. Woo. Lekker puh, man, hè. Hup. Hey! Kwak, 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 kwak. Oh, sleutel. Oh, we kunnen de sleutel pakken. Hey, joh. Oh, shit. Ik dacht echt dat we hem even konden pakken daar, omdat hij bezig was. Oké, hij wil de gieter pakken. Prima, laat hem de gieter maar pakken. Als hij die gieter pakt, pakken wij de sleutel. Komt u maar. Wat is dit eigenlijk? Oh, dat kunnen we pakken. Oh, dat is een zak. Give me de zak. Oh, hallo. Hallo, vriend. Oh. Hey. Ik wil gewoon zijn sleutels pakken. Kijk hem ook waddelen.
Ik heb de sleutels. Ah, dat was ook een optie. Dat was ook een ding. Ah, nee. Ja, man. Oké, okay, de sleutels zijn gone. Wat kunnen we nog niet? Make the ground grabber wear sun hat. Oh, oké. Okay. Dan moeten we die even pakken, denk ik. Oh, ga eens aan de kant, jij. Ga eens aan de kant, jij. Oh, ik heb zijn aarde verplaatst natuurlijk. Hoe krijgen we in godsnaam het voor elkaar dat hij zijn zonnehoed moet plaatsen? Of moet pakken, ik weet het niet. Kunnen we zijn boot misschien hiervoor doen? Ik denk dat werkt. I don't know. Oké, de zonnehoed. Ik heb geen idee hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. We kunnen dit opendraaien. Heeft hij nou de aarde verstopt? Ik heb al je kolen kapot gemaakt. Get fucked, bitch. Oh, zit hier een gat achter, joh. Hang on a second. Hey, I'm a goose. I can go through here. Oh, dat is misschien... Oh, dan komen we er weer uit. Oké, maar dat is wel handig om te weten dat we daar een soort van entrance hebben. Elo. 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 Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Ik vind het leuk dat we gewoon een gans zijn, jongens. Het vermaakt me. Rake in the lake. Oké, dat is de hark. De hark moet in het meer, jongens. Kunnen we die pakken? Kom maar, harkie. Kom maar. Gaan we deze kant langs, zodat die guy dat niet ziet straks. Ik weet niet waar die man nu is, maar... Oh, we moeten hier even wachten. Oh, hij ziet helemaal niks. Prima. Prima, joh. Niks aan de hand. Hé, hey, ik kom eventjes jouw hark stelen en ik gooi hem even in het water. Hoppakee. Fladder, fladder, fladder. Very nice. Have a picnic. Oh. Bring the picnic blanket, sandwich, apple, pumpkins, carrot jam, thermos, radius en basket. En de basket hadden we dus inderdaad al gedaan. Hier ligt de rest. Oké, okay, kom eens even hier, jongeman. Ik wil een belletje gaan. Dat betekent alweer dat het is het alweer middag is. Potje. Oh, ik denk dat we de hele sandwich moeten doen. Oké, okay, laten we even al deze spulletjes daarheen brengen. Nou, hier ligt de radio. Kunnen we die gewoon zo pakken? Of moeten we dan eerst even... Dat is even dat aarde moeten wegdoen. There we go. Hij maakt ook geluid. Nice. Yeah. Give me the tune. Yeah. Wat mooie muziek. Gans houden ook van muziek, jongens. Wisten jullie dat? Yeah. I like to dance to the music. Oké, en dan... Oh. En... Oh. Hij legt hem zo... Hey! Nee! Hey! Hey, hey! Niet doen! Nee! Kappen! Nee, weg! Nee, weg! Weg! Hey! Hey, hey! Afblijven! Nee, nee, nee! Hij pakt gewoon mijn radio! Bruh! Is hij nou weg? De motherfricker. Oké, okay, we pakken de radio wel als laatste dan, want... Laat hem gewoon... Laat hem wel vallen. Zak. Oké, goed. Nou, terwijl hij bezig is met die radio... kunnen wij meteen eventjes wat spulletjes pakken. Wat een sham nodig en een thermoscan. Ah, staan toevallig allebei hier. En een thermoscan. Oké, laten we eventjes hier omheen lopen. Soms hadden hier de secret, toch? Ja, we nemen wel even de secret doorgang. Zodat wij dat we er even omheen kunnen. Oh, heel nice. Run in, run in. Run in, run in. Geef mij de thermoscan. Leg hem op het plankje neer. Waar maakt dat ding dan weer herrie? Kan hij nou geen herrie maken? Oké, okay, beter hoort die guy me nu niet. Zien dat hij nou te ver weg is of zo van hem. Lopen van een beetje extreem ver om. Ah, shit, hij hoort het. Oké, okay, whatever. Ja, pak hem toch alweer. Oh, is hij het kwijt? Ik pak wel eerst de sham dan. For some reason wil hij per se dat die radio veilig is of zo. Kom maar met de sham. Pak maar de radio als laatste. En een sham pot erbij. Wat moeten we nou nog? Pumpkin nog. En een carrot. Oké, okay, we moeten dus ook een pompoen en een wortel, dames en heren. Nou, heeft het hek nog open? Wat een aardige gozer. Oké, okay, worteltje. Nou, dat is niet zo moeilijk. Oh. Meneer is pist. Meneer is pist. Laten we gewoon even het water ingaan. Niet dat hij het water ingaat, toch? Hij heeft zijn rake ook nog steeds niet uitgehaald. Meneertje, maak je geen zorgen. Ik heb alleen eventjes je wortel nodig voor mijn picknick. Hadap. Wel gezond zijn net tijdens de picknick, jongens. Worteltjes nodig. Hey. Ah, hij gaat de rake halen. Nou, die challenge hebben we nu toch al gecomplete. Dus je mag je rake gewoon lekker weer terug hebben. Terwijl jij dat doet, haal ik eventjes een meloen op. Zijn dat melons? Oh, als pumpkin was het, hè? Oh, dat ding is echt super zwaar. Oh, kunnen we dan hier doorheen of niet? Hell yeah, dat kan. Nice. Is die guy al weg bij het water? Ik hoop het. Hij heeft waarschijnlijk zijn hardkop gehaald. Oké, okay, nou moeten we dus alleen nog die radio vinden. Oké, okay, radiovriend. Oh ja, we moeten ook nog die zonnehoed bij hem opkrijgen op een of andere manier. Oké, okay, misschien kunnen we dat wel even proberen, want die radio vind ik een beetje eng nog. Hoe krijgen we die zonnehoed
te pakken. Dus moeten we zijn pet afpakken of zo. Kunnen we hem niet omverduwen? Ja, misschien dat als we zijn pet afpakken, dat werkt. Als hij weer aan het graven is, of als hij ergens bukt, dan pak ik zijn pet af. En dan doet hij de zonnehoed misschien wel op als een soort van vervangingspet. Kijk maar. I am incognito gans. You cannot see me. I am very... Verstop. Hello. Oké. Gaat hij bukken hiervoor? Waarom bukt hij niet? Hij was net wel aan het graven. Dat is misschien wel beter. Hij moet weer even gaan graven. Kijk maar, ook staan. Ik moet wel lachen om het feit dat ik gewoon een gans ben. Dat ik hier gewoon een beetje casuals te staan. Zo. Woe. Is perfect. Kut. Ah, hij doet hem weer op. Hij was voor een seconde was hij zijn petje aan het afdoen. Dat was fantastisch. Dan hadden we die pet kunnen pakken. God damn it. Laten we voor nu eventjes focussen op de radio. Die veel te veel herrie maakt. Kijk hem lopen. Wat gaat hij nou doen? Waarom gaat hij nou weer daar neerzetten? Oh, waar gaat hij erheen? Oké, dat is niet handig. Oh, dit is perfect. Dank je. Gaat hij nou weer die klote pot pakken? Bro, je hebt echt niks te doen, hè, de hele dag. Ja, die radio maakt te veel geluid. Ik moet even... Doe je ding maar. Rustig maar. Komt goed. Kom dan. We stonden zo casual te wachten op die fucking man. Gaat hij achter me aan of niet? Ik heb je hoed, vriend. Is hij hem kwijt? Hij is hem kwijt. Ja, hij gaat de zonnehoed pakken. Wat een dreamgeezer. Ik vond het zo grappig dat hij echt heel voorzichtig aan het scheppen was in dat aarde. Oh, wat een topspelletje dit. Nou, pak jij even lekker die zonnehoed. Terwijl hij dat doet, ga ik gelijk met de radio er vandoor. Doe hem op. Lekker man. Hey, staat je goed, vriend? Staat je heel goed. Oké, hij gaat er vandoor. Hij gaat een bord plaatsen. Oké. Laat hem maar lekker een bord plaatsen. Ik pak even de radio, want dan heb ik als het goed is de laatste challenge ook gecomplete. En dat is de radio op de blanket leggen. Er waren wel nieuwe items beschikbaar. Hey, have a picnic. We did everything. Nice. Oké, hij gaat hem alweer halen. Make the grand groundkeeper hammer his thumb. Oké, hij was al onderweg naar de hamer, zag ik net op zijn bord of op zijn ballonnetje staan. En de hamer heb ik net ook al gezien, die lag daar op het hek. Dus daar kunnen we wel eventjes alvast heen lopen. Oh, wat is dat bord nou? Verboden gans. Ja, kijk, hier ligt de hamer. Die zag ik al. Oh, hij gaat waarschijnlijk dat bord erin timmen. Oké, weet je wat? Stealth modus. Jullie kunnen niet zien waar ik ben. Ben ik hier? Hij zag me niet. Hij ziet me nog steeds niet, jongens. En... Eeuw! Lekker pikkie! Wat gaat hij doen? Oh! Nee! Oh shit, dat wilde ik ook niet doen. Geef me je hamer. Give me your hammer. Oh no, ik wilde de hamer hebben. Oh, whatever. Fucking loser. I'm getting the hell out of here. Het tweede level. Oh, dat was hilarisch. Gewoon in dat fucking gat. Oké, what do we got here, boys and girls? Oeh, een glas. Wat kunnen we daarmee? Hello. Wat? Hello. I am the rinkling duck. Oh, deze man is bang voor me. Hey, kom hier. Ah, ik geniet echt van dit spel. Oké, hij wil zijn vliegtuig. Give me that. Give me your plane. I am gonna fly with it. Woo. Here we go. You can have the plane. What you doing here, Will? Give me here. Give me that. Give me here. Give me the broom. Give me. Geef me my broom. What? Oh, wat? Dat moesten we doen. Geef hier. Het is voor mij. Nee.
Wat is dit voor spel? Ik vind het echt heerlijk. Wat zijn onze objectives trouwens? Trap the boy in the phone booth. Waar is de phone booth? Make the boy wear the wrong glasses. Make someone buy back his own stuff. Get on TV, go shopping. Okay, fuck. We hebben een hoop te doen. Waar is de boy heen? We moeten de boy dus... Ah, hier is de boy. Hello, boy. How are you doing? Boy, I want to... Volgens mij kan ik zijn veters lostrekken. Wacht. Oh, wacht. Is dat de phone booth? Go in. Go in the phone booth. Go in. No. Daar mag je niet heen. Go in phone booth. You have to go in phone booth. Ja. Gaat hij erin? Ga erin. Hij gaat erin! Ja! Oké. Dup. Kan ik hem op slot doen? Ik weet niet. Oh! Is niet eens nodig, joh. Ik dacht, kan ik hem op slot doen? Oh. Hallo? Nee! Shit, ik wilde naar binnen! Mag ik naar binnen? Ik had echt zoiets van, dit is de tv, toch? Dit is wel de way voor de tv. Hello. Goodbye. Wat is dit? Wat kan ik hier doen? Kan ik iets met de kassa doen? Kan ik iets hier doen? Ik ben toch op tv nu? Kijk al die camera's hier staan. I mean, wat kan ik nog meer doen? Oh. I'm on tv, boys! The duck is on tv! Look at me! Quack, 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 quack! Quack, 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 quack. Oh, dit is easy peasy. Hey, vriend. Ik wil je vetsels maken. Oh, kom hier. Oh, zijn bril. Ja, dit moest. Oké, give me that. Ik ben de slimste gans van de wereld. Oké, nou moeten we dus... zijn bril omwisselen met een andere bril. Laten we even kijken of we ergens een bril kunnen vinden. Het zijn twee walkie-talkies. Oké, daar kunnen we misschien ook nog wat mee. Laten we zijn bril weggooien, dat is wel een goeie. Oké, put it in the trash. I'm going to put your bril in the trash. There we go. Die zien we niet meer terug. Ze heeft gewoon de broom gerepareerd. Hallo. Hallo. Hey. Oké, laten we even omheen lopen. Misschien verkoopt zij wel ergens een brilletje. Zes blikjes. Ik kan alles pakken, though. Dat is fantastisch. Oh, brillen! Oké. Oké, I'm gone. Nee, niemand zag het. I'm gone! Sophisticated! Hier, vriend, neem je bril. Aha! Hij doet hem op. Gaat hij hem opdoen? Hij neemt hem op! Wat een man! Nou! Ik wil zijn veters weer lostrekken. Dat vond ik grappig. Ren, mijn jong. Tok. Oh, ik ben hem echt aan het pesten. Ik ben echt onaardig. Ik ben echt een onaardige gans. Look at me, I got a plane. Wah, I got a plane. Wah. Oh nee, dan komt ze weer met de bezem. Oké, jemig, ik ga al. Oké, wat moet ik nog meedoen? Make someone buy back their own stuff. Oké. Go shopping, put in the basket. Toothbrush, loop paper, hairbrush, tint food, cleaner, fruit and vegetables. Volgens mij zag ik trouwens... Wat gaat zij doen met dat vliegtuigje trouwens? Legt ze die gewoon op de toonbank neer? Oh! En nu wil hij hem hebben. Oh, wacht. Dit is waarschijnlijk de buy back your own stuff quest. Want hij wilde dan niet meer weglopen. En nu zegt die vrouw van... Toch of niet? Ja. Kijk, ze gaan ruzie maken over het vliegtuigje. Oké, what's gonna happen? En ik sta lekker hier. Oh, wacht. Dit heb ik trouwens ook nodig. Okay, terwijl hun lekker aan het ruzieën zijn daar, ga ik lekker dit toiletpapier in de ding. Oh, ja hoor, ik heb hem gehaald. Heel nice. Oké, laat ik deze even meenemen. Kijk hoe verdrietig die is. Arme jongen, ik ben hem echt zo aan het pesten. Anyways, ik moest... Ja, looppaper heb ik nu. Ik moest dus die tandenborstel hebben. Die zag ik net liggen, want die lag in die vuilnisbak die ik net opende. Waar ik natuurlijk zijn eigen bril heb verstopt. Wow. Hello. Waarom heeft ze die ineens open gedaan? Wat kan ik hier doen? Hallo. Oeh, ik kan hem dicht trekken. Oké, dat is nice. Oké, laat ik dat nu nog niet doen, want dan is hij weer dicht. Ja. Oké, hier is toothbrush. Oh, daar is ook cleaner. Nice. Toothbrush. There we go. We have found the toothbrush. Ouwe, eigenlijk zouden we die toothbrush gewoon weer in die winkel moeten neerleggen. Een bord! Verboden gans! Come on, man. Nee, ze heeft gewoon mijn wc-papier gepakt. Wat? Dat kan je echt niet maken, mevrouw. Weet je hoeveel moeite ik daarvoor heb gedaan? Om dat wc-papier helemaal hierheen te krijgen? Oké, ik moet dus blijkbaar de dingen beter verstoppen, want ze kan hem nog steeds vinden. We doen hem wel achter dit groene ding. Goed. Hebben we nou de toothbrush? Ja, alleen de looppaper is nou weer weg.
wc-papier! Zo, die zit erin. Goed, nou moeten we... hairbrush. Oké, we moeten een borstel en voedsel in blik moeten wij vinden. Hopelijk gaat die vrouw niet zo irritant doen als die guy met de radio net. Oh, dit is blik voedsel toch? Dat. We hebben een blikje. Volgens mij elke keer als die piano wild gaat doen, betekent dat iemand achter me aan zit, toch? Oké, nou moeten we dus nog de cleaner. Maar de cleaner kunnen we redelijk makkelijk daar pakken, daarachter. Oh, zij is het kwijt. Mijn borstel. Oh, ik denk, ik maak hem gewoon weer stuk. Hierachter, ja, kijk. Dus die kunnen we ook meenemen. Hoppa. Hoeven we die niet uit de winkel te stelen. Dat scheelt weer een hoop roesemoes met die vrouw daar. Here we go. Werkt dit? Ja, oké. Fruit, vegetables en een hairbrush. Oké. Fruit en vegetables. Er lag wel een klokhuis daar, zou dat ook werken? Thank you. Ah, goodbye. Ze is alweer weg. Oké, ik pak gewoon lekker die prei. Of, worteltje. Prei of worteltje? Ja, worteltje. Lekker worteltje. Die heeft ze gewoon lekker bij die boer vandaan gehaald van de eerste ruimte. Ik heb een worteltje. Hello. Hey, we did it. Hell yeah, go shopping is completed. Dat moeten we nu al doen. Trap the shopkeeper in the garage. Ja, daarom ging die garage open. Oké, ze is de wortel kwijt. Hé, over wortels gesproken. Snitch. Kom maar. Ik leg deze gewoon lekker hier neer. I am the greatest goose of them all. Wat een heerlijk spel. Oké, we hebben alles gedaan. Dan moeten we naar de volgende area. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst wat open gaan. Oh, gaat ze nu daar dan langs of zo? Oh, ja. Top, ze gaat via het hek. Heel fijn. Kom je nu dan? Hè? Get out of here. Goodbye, wereld. Was gezellig. Wat een tof spel. Heerlijk. Oké, jongens. Hier gaan we hem eindigen. Vond je dit spelletje nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten of je wilt dat ik dit level of dit spel ga uitspelen. Volgens mij is het een redelijk kort spel. Dus er zouden nog 1 of 2 afleveringen hierna kunnen komen. Maar ik vind het zo grappig. Doe een duimpje omhoog. Zoals ik al zei, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later.